De doorkomst van de Giro d'Italia is in alle opzichten een geslaagd evenement voor Tiel geweest. De ruim 200 wielrenners kwamen rond 2:30 door Tiel op zaterdag. Precies toen de livebeelden de lucht in gingen. Mede door het mooie weer waren vele Tielenaren en mensen uit de streek op de been om naar de wielrenners te komen kijken. Naar schatting stonden er in Tiel zo'n 28.000 toeschouwers langs het parcours en juichten de nummer 1 van het algemeen klassement, Tom Dumoulin, hartstochtelijk toe. Op het moment dat de renners door Tiel reden was er nog een kopgroep van 3 man, waarbij de Nederlander Maarten Tjalingi reed. Ook hij kreeg veel applaus en werd door het publiek hartstochtelijk toegejuicht. Wethouder Driessen, hij maakte zich bij de provincie Gelderland hard voor de doortocht van de Giro door Tiel, sprak van een vlekkeloze dag. Het zet Tiel als wielerstad weer eens op de kaart. Het was een prachtige promotie voor Tiel, zo zei hij. Op verschillende locaties was er wat te doen in de stad. Zo waren genodigden bij Van der Valk om de karavaan te aanschouwen vanuit de skybar van het hotel, waar de oud-wielrenners Danny Nelissen en Gert Jacobs bij aanwezig waren. Ook op het plein was het gezellig druk. Daar was een Italiaanse markt georganiseerd. Ook de politie sprak van een geslaagde dag zonder een enkele wanklank.